Bloemendaal op het eigen kopje tegen Tilburg. Met in het doel bij Bloemendaal Jaap Stokman. Die hier de eerste strafcorner van Tilburg pareert. Stokman vervangt in het doel de zieke Maurits Visser. Nam afscheid in 2018, maar verdedigt nu het doel van Bloemendaal. Dat hier ook een strafcorner krijgt, het is Tim Zwaan. Maar hij pusht de bal te hoog voor de eerste uitloper. Terecht wordt deze push afgekeurd wegens gevaarlijk spel. Dan is het vlak voor rust. Floris Wortelboer, die in de cirkel daar goed wegdraait naar zijn backhand. En scoort zijn eerste treffer van dit seizoen. En brengt Bloemendaal op een 1-0 voorsprong. En dat is ook de ruststand op het kopje. Tilburg de nummer 10 tegen dus koploper Bloemendaal. Dit is vlak na de rust. Wordt het 2-0 voor Bloemendaal. Dankzij een goede actie van Jorrit Kroon. Die bedient Florian Fuchs, de Duitser. Hij scoort de 2-0 voor Bloemendaal. Zijn zevende van het seizoen. Even later komt de bal terecht bij Thierry Brinkman. In de cirkel kan hij vrij uithalen. Passeert doelman Van Berkel met de 3-0. Zijn 15e treffer al van dit seizoen. Thierry Brinkman. Een paar minuten later. Het is 1-0 Bloemendaal wat de klok slaat. Voorzet Jorrit Kroon ingetikt door Roel Bovendeert. Hij scoort de 4-0 voor Bloemendaal. Dat geen kind had in die tweede helft aan Tilburg. Dan Tim Zwaan. Ook hij scoort voor Bloemendaal 5-0. Zijn 12e van het seizoen en zijn 98e treffer in de hoofdklasse. In de laatste minuut bepaalt Roel Bovendeert de eindstand op 6-0 met zijn 8e treffer. En door de overwinning blijft Bloemendaal koploper en is als eerste ploeg zeker van de play-offs. Kampong in het wit haalde slechts 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden. Het wordt dus tijd voor een overwinning. En de ploeg van Oldmans gaat voortvarend van start. Want het is hier in de 6e minuut al Bjorn Kellerman die de 1-0 scoort. Met een fraaie backhand passeert hij doelman Oudekerke. 10 minuutjes later wordt het 2-0 voor Kampong. Goede actie van Silas Lagerman over de achterlijn. En Dirk de Vilder is er als de kippen bij om die bal in te tikken. 2-0 dus voor Kampong na ruim een kwartier spelen. En vlak voor het einde van het eerste kwart wordt het nog erger voor SJC. Want het is Jip Jansen met zijn eerste van de avond. Hij scoort uit deze strafcorner de 0-3. Zijn 17e treffer van dit seizoen, Jip Jansen. En dan vlak voor het einde van het tweede kwart doet SJC iets terug. Want het is de actie van Sam Stijns-Bisschop en het intikken van Max Swering. Zo is de ruststand 1-3 daar in Bilthoven. Hier de actie van Stijns Bisschop en het afmaken van Swering. En dan snel in de tweede helft krijgt SJC hoop op meer. Want het is hier 2-3 door een mooie goal van Laurens van Leur. Hij passeert doelman David Hart met een mooi schot. En zo is het 2-3 vlak naar rust. En lonkt er misschien nog een punt voor SJC. Maar Jip Jansen maakt aan alle illusie van SJC een einde. Want hij scoort een paar minuten later zijn tweede van de avond uit deze strafcorner. 2-4 dus. En in het vierde kwart is het weer Jip Jans op de kop van de cirkel. Met een mooie push scoort hij de 5-2. En dat is ook de eindstand in Bilthoven. Jansen nadert Hendricks van Pinoquet op 1 goal. Hendricks heeft er 20, Jansen nu 19. En door de winst blijft Kampong serieus meedoen in de strijd om de play-offs. Amsterdam tegen Pinoquet. Pinoquet in het blauwje. Het is de nummer 3 Amsterdam tegen de nummer 4. Belangrijke wedstrijd dus. Dit is de 9e minuut van de wedstrijd. Strafcorner voor Pinoquet. En wie anders dan Alexander Hendricks scoort de 1-0 voor Pinoquet. Zijn 21e treffer van dit seizoen. Dan doet Amsterdam iets terug. Want uiteindelijk is het Trent Mitten die deze rebound benut. Het schot is van Lachlan Sharp, ook in Australië. Maar Mitten die maakt het af en scoort de gelijkmaker voor Amsterdam. Rebound weggegeven door doelman Hiddebrink. Dan vlak voor rust, strafcorner voor Pinoquet. Uitloper Daan Dekker krijgt de bal op zijn voeten. Dus wederom een strafcorner. Hij protesteert nog dat hij te hoog was. Maar de scheidsrechter geeft gewoon weer een corner. En natuurlijk weer Hendricks op de kop van de cirkel. En hij scoort vlak voor rust de 2-1 voor Pinoquet. Zijn 22e van dit seizoen. Fenomeen deze Alexander Hendricks. Vlak na rust wordt het gelijk. Want het is Lachlan Sharp die hier een veldgoal scoort. Mooie bal van deze Australiër. Hij scoort de 2-2. Doelpuntrijke wedstrijd dus daar in het Wagener Stadion. Want Amsterdam is in deze fase veel beter. Het wordt hier 3-2 door Tijn Lizone.
3-2 dus voor Amsterdam. Zijn eerste treffer van dit seizoen voor Lisone. En twee minuten later strafcorner voor Amsterdam. Het is de push van Dommershuizen en heel attent reageert Brent van Bijnen bij deze rebound. 4-2 voor Amsterdam dus. De ploeg van Alexander Cox denkt dat de buit binnen is. Maar Pinoquet denkt daar anders over. Want dat komt terug in de wedstrijd. Hier is het Dennis Warmerdam, de international van Pinoquet. Hij scoort met zijn 12e treffer van dit seizoen. De 4-3. De aansluitingstreffer dus. Want 6 minuten later, wederom Alexander Hendricks op de kop van de cirkel voor deze strafcorner. En hij scoort de gelijkmaker. Zijn 23e van het seizoen. En daarmee eindigt de doelpuntrijke wedstrijd in het Wagenerstadion tussen Amsterdam en Pinoquet in 4-4. En door het gelijke spel zakt Amsterdam van de tweede naar de derde plaats. Pinoquet blijft vierde. In Eindhoven, oranje-rood, ontvangt daar HGC dat in de blauw speelt. Dit is de 10e minuut van de wedstrijd. Actie van Joep de Mol geeft de bal voor. En de Duitse speler Laurens Halfman scoort de 1-0 voor oranje-rood. Oranje-rood de nummer 6 van de ranglijst tegen HGC de nummer 5. Belangrijke wedstrijd dus. Dan een strafcorner voor HGC. Achter de bal Seffi van As. En hij scoort zijn 100ste doelpunt in competitieverband voor HGC. Zijn 12e van dit seizoen. Hij scoort de gelijkmaker voor HGC. 1-1 dus. Dat is ook de ruststand in Eindhoven. Het zijn beelden uit de tweede helft. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Jan van het Land. De jeugdspeler van HGC. Hij scoort zijn eerste doelpunt in de hoofdklasse. En brengt HGC aan de leiding. 1-2 dus daar in Eindhoven. Maar dan is het de gelijkmaker van Thomas Briels. Met deze fraaie tip in passeert die doelman Sam van der Ven. Het is het 100ste doelpunt voor Thomas Briels in dienst van Oranje-Rood en daarvoor Oranje-Zwart. Dan Zachary Wallace, de Engelsman. Komt goed de cirkel binnen en scoort de 3-2 voor HGC. Passeert doelman Permin Blaak in de uiterste hoek. 3-2 dus voor HGC. Dan een strafcorner voor Oranje-Rood. Bal komt op het lichaam van lijnstopper Seffi van As. Die protesteert nog, maar de scheidsrechter geeft een strafbal. En achter de bal Phil Roper, de Engels international van Oranje-Rood. Oog in oog met Sam van der Ven. Hij stuurt van der Ven naar de verkeerde hoek. En zo eindigt het duel tussen Oranje-Rood en HGC in 3-3. En door de puntendeling blijft HGC vijfde met 1 punt voorsprong op Oranje-Rood dat zesde staat. Klein-Zwitserland nog altijd zonder Matthew Swan. Krijgt tegen Rotterdam in de 11e minuut een strafcorner. Het is de Amerikaan Aki Kepler met een goede push. Hij passeert doelman Dirk Meijer en scoort de 1-0 voor Klein-Zwitserland. Zijn 12e van het seizoen. Rotterdam mist Thijs van Dam vanwege een handblessure. Maar komt na een minuut weer op gelijke hoogte. Want dit is het foutje van Kepler. Uiteindelijk profiteert Joaquin Menin daarvan. De Argentijn die vorige week zijn debuut maakte voor Spanje. Hij scoort de gelijkmaker voor Rotterdam. Dan dit moment. Aanval van Klein-Zwitserland. En een geweldige redding van Dirk Meijer in het doel bij Rotterdam. En de backhand van Marco Miltkou gaat voorlangs. En zo blijft het 1-1. Dan in het tweede kwart komt Rotterdam op een 2-1 voorsprong. Want het is hier de actie van Menini. Goede voorzet op Tjep Hoedemakers. En die tipt de bal achter doelman Koene Schaper. En brengt Rotterdam zo op 2-1. Derde doelpunt van deze Hoedemakers. Ruststand dus 1-2. Dan dit moment. Inzet van David Huissen wordt hoog verdedigd door een verdediger van Rotterdam. Scheidsrechter geeft een strafcorner. Had voordeel moeten geven. Want het is Tim Brandt, de Australiër, die bal binnentikt. Maar de scheidsrechter had al gefloten. Maakt daarvoor zijn excuses. Even later weer een strafcorner voor Klein-Zwitserland. Het is de inzet van Kepler op Nico Kienen. Hij scoort de 2-2, denkt heel Klein-Zwitserland. Maar de scheidsrechter vindt dat Kienen de bal heeft geslagen. En de eerste schot op het doel moet laag zijn. Dat is in dit geval niet zo. Dus deze goal wordt afgekeurd. En zo blijft het tussen Klein-Zwitserland en Rotterdam 1-2. Rotterdam blijft 9 op de ranglijst. En Klein-Zwitserland blijft 7e. Hurley op bezoek aan de Oosterplas bij Den Bosch. Dit is de derde minuut van de wedstrijd en komt Hurley, de hekkensluiter in de hoofdklasse, verrassend aan de leiding. Het is Indra Aerts met de 1-0 al na 3 minuten.
Zijn 8e treffer van dit seizoen. Goeie goal van Indra Aerts. En dan moet Den Bosch natuurlijk iets terug doen na die vroege achterstand. Het is een strafcorner van Austin Smit. Goed gepakt door de doelman van Hurley, Christopher Kombe. Zo blijft het 1-0 voor Hurley in die openingsfase. Maar een paar minuten later is het toch raak voor Den Bosch. Want uiteindelijk is het Koen Bijen die de 1-1 scoort. Hier een gelukkige goal van Bijen. Want zijn backhand gaat via een eigen speler van Hurley in het doel. Maar de treffer komt op name natuurlijk van Koen Bijen. Die het laatste tikje gaf in de cirkel. Hier nog een keer dat moment. Ongelukkig moment daar voor de verdediger van Hurley. 1-1 dus na 6 minuten spelen. En dan wordt het 2-1 voor Den Bosch met een fraaie goal van Tijmen Reijinga. Een van de internationals van Den Bosch. Hij scoort met een geweldige schuifslag. Is het 2-1 voor Den Bosch na 10 minuten spelen. Dan deze strafcorner voor Den Bosch. Goeie push daarvan Reijinga. Maar wordt van de lijn gehaald door Floris van Zon. In samenwerking met keeper Kombe. En dan vlak voor rust is het toch raak voor Den Bosch weer. Want het is Koen Bijen met zijn tweede van de avond. Hij scoort van dichtbij de 3-1 voor Den Bosch. Dat is ook de ruststand. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Wordt het 4-1 voor Den Bosch. De derde treffer van Koen Bijen. Hij scoort zijn 11e van het seizoen. Keeper eruit. En voor Bijen geen probleem om die bal in een leeg goal te schieten. 4-1 dus. Dan wordt het 4-2. Want het is Indra Aerts met zijn tweede van de avond. Hij benut deze strafcorner voor Hurley. 4-2 met nog 5 minuten te spelen. Maar in de slotfase wordt het 5-2. Want het is Fabian Unterkiecher die scoort. Hij brengt de eindstand op 5-2. Hurley blijft hekkensluiter in de hoofdklasse. Terwijl Den Bosch op de 8e plaats blijft staan.